In de nieuwe serie Truckers rijdt u met filmmaker George Mustert mee in de wereld van het internationale vrachtwagentransport. Ons land heeft een vooraanstaande plaats in het Europese wegvervoer. Maar liefst een kleine 30% van alle vrachtwagens draagt het bordje NL. Hans en Matti hebben een huwelijk tussen de wielen. Stapt u in voor een lange rit naar Schotland? Wij zijn Hans en Matti de Visser. Wij zijn eigen rijder. Getrouwd. 17 jaar inmiddels. We rijden hoofdzakelijk groenten. Groenten en fruit op Schotland. Hoofdzakelijk Schotland, omdat we met z'n tweeën rijden. En wij komen net thuis van een tweewekelijkse cyclus, zeg maar. 5 ritjes gedaan. En dan is het weer even genoeg. Even lekker thuis. Ja, dan begint het pas eigenlijk. Want het is auto leeghalen. En iedereen heeft zijn eigen taken. Boodschappen doen, auto wassen als het niet regent, ja, alle dingen. Het is gewoon gepland, er moet eigenlijk niks tussen komen, want dan gaat het verkeerd. Ik heb het graag helemaal schoon. Dekbedjes er even uit, slaapzakken even luchten. De afwas eruit, al de was, ja, vergelijk het maar met, ga maar eens 2 weken op vakantie. Wat er aan vuile was mee terugkomt in je koffertje. Elke minuut die wordt besteed en als je straks na het eten dan... Zit je echt van he en dan is douchen en naar bed? Even ontspannen. Even de druk van de ketel. Geen gezeur, geen horloge, werk, niets. Hans en Matti zitten beide 2 weken achter het stuur en zijn dan ruim 2 dagen vrij. Hobby, hun trekker. Zo'n weekend is gewoon pure ontspanning. Je ziet weer andere mensen. Het is gewoon een weekend om naar uit te kijken altijd. Ja, wij hebben dus meegedaan in de verkiezingen weer. Je stuurt begin dit jaar of stuur je foto op. De lezers van de Truckstar, van het Maandblad, kiezen uit al die foto's hun favorieten. Wij stonden daarbij de trekkers uiteraard, dus trekkeroplegger, tankwagens, bakwagens, noem het allemaal maar op. Ja, en op die manier word je dus uitgekozen om daar te staan. Zo, gaan wij nog even lekker wat drinken? Ja, dat zou ik even pakken. Dan gaan we lekker naar bed toe. Ja, even die bandenhoed afpoetsen, ja, want die moeten nog in banden zwart. Banden zwart en de stift eroverheen. En dat hij niet goed schoon is, houdt die stift niet al. Zijn hij goed afgepoetst van onder? Schoon. Zaterdag wordt weer helemaal gekeurd. Van binnen en buiten of die mooi schoon is, of je er goed voor zorgt. Dus dan moeten we hem wel goed schoon houden. Ze bekijken de banden. De banden, of je er goede banden onder hebt. Of die op tijd gekeurd is. De tachografs worden gekeken of die klopt. En dan zondag weten we of we prijs hebben. 1, 2 of 3. Wij rijden nu 3 jaar samen zo ongeveer, nog niet. Ik denk dat er zeker nog 3 bij komen. Van ons prima zo. Dus in het begin even wennen natuurlijk. Zeker in die kleine ruimte die je hebt. Van joh, ja. Even aan elkaar wennen, maar het bevalt ons prima zo. Het dagelijkse ritueel bij exporteur Van Rijn in het Westland. Verkopers noteren bestellingen aan groente en fruit uit alle windstreken. Want wij trouwens ook al blij bij sectie. Hier komt de lading tot stand die Hans en Matti een paar uur later naar Schotland zullen brengen. Onze verkoper Henk heeft contact met de klant in Glasgow. De klant in Glasgow geeft door wat hij aan product wil kopen. Bijvoorbeeld tomaten en paprika's en aubergines. Henk geeft dat direct door aan mij. Ik ben dan de inkoper. 1 pellet Barendrecht. Tegelijkertijd heb ik contact met onze inkopers op de veiling. Dus dat is veiling Barendrecht, veiling De Kring, veiling Westland. Daar geef ik de informatie aan door en zeg, koop eens 800 dozen paprika rood mee. 37. De inkoper drukt het product aan de klok. Koopt dus het product, wordt direct geregistreerd op onze naam. Deze 800 rode paprika kan geladen worden aan de veiling. Daar komt een bepaalde
zoals ze dat noemen, printerbon uit het apparaat. En aan de hand daarvan kunnen wij het product laden op de veiling, waardoor een heftruckchauffeur dus weet welk product in welke auto verladen moet worden. Het is tegen 11:30. De gekochte producten worden van de veiling overgebracht naar het bedrijf van Van Rijn. De spullen worden hier verpakt en voor elke klant apart op pallets gezet. Op de planning hier worden auto's samengesteld. Dus bijvoorbeeld München samen met Augsburg, wat dicht bij elkaar in de buurt ligt. Deze handel verladen wij normaal gesproken altijd zelf met ons eigen transport. Alleen Engeland en Schotland wordt onder andere door Visbeen gereden. Hier op de planning van Visbeen is de opdracht van exporteur Van Rijn al per fax binnengekomen. 5 Norwich en 2 Colchester. Visbeen is een familiebedrijf met 70 trucks en 200 eigen trailers. De helft van de chauffeurs is in loondienst. De anderen zijn net als Hans en Mattie eigen rijders. Het echtpaar De Visser komt net terug uit Schotland als hun kenteken voor de volgende rit alweer op het planbord verschijnt. Op de lier krijg je te horen wat er gebeuren moet. Waar je moet laden, wat er geladen moet worden, voor wie. Een opdracht van, noem het allemaal maar op. Voor ons is dat gesneden koek natuurlijk. Ja, is dat spul klaar? Daar gaat het om. Ik bedoel, je zit met die boot. De boot wacht niet. Nou ja, dan probeer je er alles aan te doen om er te staan. Maandagmiddag jongens, het is druk. Ze houden daar toch wel een beetje rekening mee. Van joh, die auto die kan eens 5 of 10 minuten later komen. Maar ja, er is natuurlijk toch een grens. Ik bedoel, er zitten passagiers op. Dat ding heeft een tijdschema, hij moet weg. Dan moet jij dus gewoon zorgen dat je er bent. Zit je nou elke keer op de klok te kijken hoe je zit in de tijd? Ja. En nu? Ik zeg nooit veel, want voor mij zit er een hele stress, want ik kan er helemaal niet tegen die stress. Oh. En Hans die zegt ook nooit wat, want die is gewoon met z'n wel en die hoort mij toch nooit. De boot vertrekt over 3 kwartier. Maar na het laden op de veiling moeten er ook nog een paar pallets bij Van Rijn in Schravenzande worden opgehaald. Ligt op schema? Wij liggen op schema, jawel. 5 minuutjes naar de boot. Die ligt op dat moment al aan de kade. De eerste auto's rijden aan land. Het is 4:10. Nog een minuut of 20. Is er best veel wind, hoor. Er staat veel wind. Het wordt dobberen vanmiddag. Het inschepen is begonnen. Uit verschillende hoeken van het Westland zijn dan nog vrachtwagens onderweg. Voor mij is het een ramp, die boot. Zeker die nieuwe boot, die gaat helemaal tekeer. Maar als het slecht weer is, is voor mij helemaal een ramp, want ik ben zo ziek als dat. Ik kan niet zo goed tegen de boot, maar ja, dat moet ik er dan maar voor over hebben. De meeste auto's zijn al aan boord als Hans en Mattie eraan komen. Ze kunnen direct doorrijden. Het is weer de eerste van 5 keer dat ze in 2 weken tijd de overtocht gaan maken. Wat ons het meeste trekt is toch die vrijheid. Lekker er met z'n tweetjes op uit. We zien wel hoe het loopt. Komt goed. Eerst lekker eten. Zeker met het groente gebeuren natuurlijk, ja. Er zit een stukje stressigheid in. Het is veel tegen het klokje. Er zit nog een keer gelukkig een boot in die op tijd weg had. Dus dat maakt het ook allemaal niet makkelijker natuurlijk. Die boot die wacht niet. Nou, dat is, je bent daaraan. Je leert om te leven, je vindt het goed. Je bent vrij, je komt overal. En nu hebben wij dan meer eigenlijk dezelfde ronde. Maar je komt toch al keer op verschillende plaatsen. Het is gewoon de vrijheid die je hebt. Je zit niet achterin van. Het is niet allemaal aan tijd gebonden. Ja, het is wel aan tijd gebonden, maar niet van 8 tot 4 of van 8 tot 5 in een kantoortje. Het is echt de vrije baan. Dit vind ik nog steeds het mooiste beroep voor mij op dit moment. Van alles wat ik gedaan heb, wat me trekt. Slechts 3,5 uur zal deze katamaran-veerboot onderweg zijn. De vervoerders zijn blij met de tijdwinst. Later vertrekken dan de tragere vrachtboot en toch rond dezelfde tijd aankomen. Maar de chauffeurs krijgen juist minder rust. En Mattie wordt er ziek van. Nee, zij kan er niet tegen, hè, tegen die boot. Absoluut niet. Nou vallen tegen ook hoor, aan het lopende. Maar dat is toch vervelend als je elke week een paar keer op een boot zit. Ja, dat heeft ze van begin af aan. Ik dacht dat gaat wel over, maar dat is dus geen waar. Hans zal tegen het 1 miljoen kilometers op Engeland en Schotland hebben gereden. Het is altijd goed gegaan. Behalve die ene keer.
Dat is een jaar of 8 geleden, denk ik, zoiets. Het was een behoorlijke klapper, een beetje... Ja, ik weet niet, met een Engelsman, die was mij al een paar keer voorbij gekomen. Dan ging hij voor me rijden met 70 en dan liet hij hem afzakken tot 60 km per uur. Toen ben ik hem 2 keer voorbij gereden. Ik dacht, waar ben je nou mee bezig? Ik had die man niks in de weg gelegd of zo. Er was voor de rest helemaal geen verkeer op die snelweg, niks. En toen ben ik zelfs nog op service gestopt, bakje koffie gedaan, een kwartiertje, 20 minuten. Ik dacht, nou, zoek het maar uit. Ik hou niet van die spelletjes elke keer. En ik was aan het rijden, 10 minuten later was hij weer terug. En in één keer komt hij naast me en zijn cabine is voor mijn cabine. En hij hoort hem zo naar de kant en ik ben het taluut opgegaan. Heb ik een viaductpijler gemist op een centimeter of wat. Nou, de spiegel erop kapot gereden. En dan stond ik langs de kant van de weg op 6 lekke banden. Gelukkig niet op zijn kant gegaan, ik heb hem recht kunnen houden. Toen was je alleen? Toen was ik alleen nog, ja. Ja, er zat 70.000 gulden schaai aan die auto toen, dus dat zegt genoeg. En hij is gestopt. 100 meter verderop of 200 meter verderop. En ik was uit die auto gesprongen en was gelijk allemaal stoom en rook eronder. En hij staat te kijken en hij ziet mij uitstappen en hij stapt in en rijdt zo weg. En ik weet niet echt, ik weet tot nu toe niet waarom of ik heb geen flauw idee. Ja, je schrikt er wel van. Je schrikt er wel van. Het gaat wel. Het is hier 25 graden op de boot en er is een warme lucht hangt er. En in het restaurant was het ook vrij warm. Dan heb je geen frisse lucht en dat maakt het enkel maar erger. Want dan voel jij en dan ga je zweten en dan krijg je het allemaal benauwen. Dus als straks op de kade komen en ook het een beetje over is. Voor mij is dat ramp. Maar ja, daar moet ik maar voor over hebben. Straks bij het verlaten van het haventerrein begint pas echt de race tegen de klok. Een nachtelijke rit, praktisch non-stop naar een groentemarkt in het Schotse Glasgow. Hier is de schuur. Hier is de... Zo nu en dan de douane shed, zeg maar. Voor controles op drugs. Wat hier dus heel regelmatig plaatsvindt. En wat ook al gebleken is, hard nodig is zo nu en dan. Engeland mag dan lid zijn van de EU. Er kan niet onbelemmerd worden doorgereden. Al is er van controle van de lading geen sprake. Nee, stelt helemaal niks voor. Want je krijgt een briefje met een stempel op. En hier krijg je een ander briefje met een stempel op. Nou, aan hun werken maar gewoon in vrachtkantoren. Dus ik bedoel, dat heeft niks meer met douane of zo te maken. Dus ik snap hier ook helemaal niks van. Het is eigenlijk allemaal vertraging voor niks. Ja, Engeland, hè, eigen regeltjes, eigen wetjes. Soms gelijk, soms ongelijk. In dit geval groot ongelijk. Het is een beetje uitkijken hier op dat stukje. Het is een heel gevaarlijk stukje tweebaansweg eerst. Voor de vierbaansweg begint. En dan wil je toch nog wel eens capriolen zien dat je denkt van nou jongens, moet dat nou? Wees dat nou wel nodig? En de politie weet dat ook, dat hier een gevaarlijk stukje. Ze staan hier veel te controleren, ook een gevaarlijk stukje. Dat heb hier ook al diverse keren in de krant gestaan. De Hollandse groenterijers, Hollandse bloemenrijers, die maken onze wegen onveilig. Kijk, en als ik er nou weer in mijn spiegel zit te kijken, dan moet daar toch weer een luxe auto toch weer even langs. Nou, is dat nou wel nodig? Dan zou ik zeggen, het is wekelijks gaat er hier toch wel wat fout, hoor. Het is allemaal niet zo breed hier. Bliksemstop in Colchester, waar de ladingen verder op route worden ingedeeld. Eventueel aangevuld met Engelse producten. Van Hans en Mattie moet alles naar één adres. Zij komen alleen snel papieren ophalen voor de retourvracht. Maar het kan hier spoken, zegt Mick Barnard. At the moment there's only about 4 or 5 vehicles here, but by the 9 o'clock time there'll be about 10 vehicles and everybody's in a rush to get to the markets because we've got to make the deadlines. So once it really gets going, then it is a lot faster. But there's always a hurry, isn't there? Always, always. Because the market's open sort of like 3 o'clock in the morning, and irrespective of where the destination is, we've got to try and be there at that time. Zoals altijd rijdt Matty het eerste stuk naar Colchester. De rijtijdenwet staat het maximale aan ingesloten rijduur toe van 4,5 uur. En dat wordt het. Er zit natuurlijk wel een druk achter, want ik ben nu om 9 uur weggereden. Half tien, ja. Er wordt wel verwacht van je daar morgen om 5, 6 uur op de markt staat. En als je nou niet op tijd bent? Ja,
ja, dan hoor je een beetje gemopper. Op de markten, maar ben je echt te laat bij de klant? Dan, ja, dan gaan ze dan toch dreigen met claims van, joh, mijn handel is weg. Ik doe vandaag niks meer met die vracht. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, ergste geval dan wordt claimen natuurlijk gebeurd. Weinig. Normaal gesproken zijn we op tijd. Doet er wat op, ja. Hè? Ik bedoel, er zit 600-700 kilometer zit ertussen in dit geval, in deze rit. Daar kan heel veel misgaan. Er kan een ongeluk zijn, er kan een file staan vanwege een ongeluk. Je kan zelf een lekker band rijden, noem het maar op. Maar ja, dan noem ik dat in mijn geval toch maar overmacht. Ik kan daar ook voor de rest niks aan doen. Daarom rijden wij ook eigenlijk met z'n tweeën, want die jongens die alleen rijden, die moeten na 4,5 uur moeten de 3 kwartier rusten. Dus die zijn al 3 kwartier kwijt. Die winst hebben wij al met z'n tweeën, want wij wisselen straks. En dan het is gelijk weer gelijk door. Dus even overstappen en doorgaan. Op een gegeven moment gingen wij hier in huis met briefjes lopen werken. Zij zat op de bus. Zij heeft ook datzelfde bloed. Het is net een andere bloedgroep, maar het doet hetzelfde werk, zal ik maar zeggen. Wij gingen met briefjes werken. Ik kwam thuis. Ook 2 weken weg geweest, want ik deed hetzelfde werk hier eigenlijk voor als nu met z'n tweeën doen. En toen lag er een briefje van, ik ben naar Oostenrijk op de pendeldienst. Ik zie je misschien nog even zondag. En dan wordt het tijd dat je uit gaat kijken. Dan ga je dus heel ver naast elkaar lopen. Maar waarom stop je? Even plassen. Maar ja, dat doen wij altijd naast de auto. Ja, dat doen wij gewoon zo. Dat kan niet anders. In het gras? Ja. Niet filmen hoor. Dat zou toch even moeten. Voor een man is het altijd makkelijk. Je staat altijd even... Helemaal niet. Dat is ruim zo moeilijk. Tegen het achterwiel, maar voor de dames is het wat moeilijker. Maar ja, als het donker is, alleen vooruit maar. Nou, het was nog geen tijd dus. Goeie reis. Ja. Misschien willen jullie ook een keer kinderen? Of niet echt? Nou, dat denken we wel eens aan, maar ik ben niet... Hans zou misschien wel willen, maar ik... Nee, ik zie het niet zo zitten. Je zit de hele dag in een huis gekluisterd. De opvoeding en tegenwoordig... Waar zet je je kinderen in en neer? In wat voor wereld? Hebben ze nog een toekomst? Ik vind het wel leuk, kinderen bij een ander. Maar voor mezelf, nee, ik ben er nog niet aan toe. Wat voor spullen gaan er hier af? Paprikas en kool. Chinese kool. Dit zijn allemaal kleine groentemannetjes die in de stad verdeeld zitten. Niet voor de grote supermarkten. Daar is echt, daar kopen de grote supermarkten zelf in. Dat gaat per vracht of per halve vracht. Maar dit is echt voor de kleine man. Stuff is the best stuff at the moment, as opposed to what else is going about. That's what I have been doing so for, I don't know, 40 years or something. Cheapest also? No. Spanish stuff's a lot cheaper. Or homegrown. Carrot, avocado, saffron. Transport's a problem. What? Transport's a problem. Time it gets here. Cost. Always problems. Why the problems? Well, because, well, today very early, yeah? Yeah. But come a Friday, it's always the day you're busy, doesn't come in about 7 o'clock. And that's a problem. That's too late for you? Not too late for the customers. Well, you see, it is nu heel rustig. Maar normaal is het een grote mierenhoop hier. Het kruwel door elkaar, autootje hier, heftrukje daar gaat eens een palletje verkeerd. Ja. Het systeem als dit zie je bij ons niet meer, want ik vind dat elke keer als ik dit hier zie genieten, zal ik daar echt van te genieten. Ik vind dat prachtig, zegt zo. Heel druk. En dan is het toch leuk om jouw kantje daaraan bij te dragen van op tijd te zijn. Dat die mensen de handel op tijd hebben, dat is hier.
En dat ze niet op jou staan te wachten van, wat blijft die Hollander weer? En als ik zo eens rond me heen kijk, dan staat bij elk schuurtje hier, zie je toch wel een Hollands doosje staan. Dat is toch iets waar we als Hollander toch wel een beetje trots op mogen zijn, dat we dat toch ook voor elkaar krijgen. En als ik hier dan vanmorgen kijk, dat wij hier met twee auto's toch nog een goede 40 ton handel hier neerzetten. Om deze tijd van het jaar, ik denk dat dat een goed teken is voor ons. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen die iets met die groenten te maken heeft, is allemaal werk. Hoe laat heb je het nu? Het is nu een paar minuten over 7. Nou, uurtje en een kwartier, alles kantje, lavantje op zijn plaats. Kijk, en dan zie ik toch die man daar weer met onze Hollandse paprika's naar voren komen. De jongens, ze zijn er weer op tijd. Onderweg naar een parkeerterrein even buiten Glasgow. Het wordt alweer licht. Per 30 uur moet de wagen tenminste 8 uur stilstaan als er 2 chauffeurs zijn. Als ze straks ook weer in één ruk willen terugrijden, komt het beste uit om dat nu te doen. Overdag slapen dus. Als we zo stilstaan, dan gaan we lekker eerst onze 8 uur maken. Lekker slapen. En zo te horen met die regen, zal het best wel lukken. Dan slaap je lekker als het regent, dan ben je zo... Ze zeggen wel eens een babytje dat in slaap gewiegd wordt, maar met die regen op het dak, dan ben je zo in slaap. Familie De Visser ziet er een beetje afgepeigerd uit. Ja, maar dat zijn we ook. Nou, ik vind het wel meevallen, toch? Voor jou wel. Ik ben best wel moe. Ik voel best wel een beetje inspannend terug. Het was je dag niet, hè? Nee, het was mijn dag niet. Het was je dag niet. Onderzeil. Als er één passie is voor Hans en Mattie, is dat hun truck. Op dit festival in Assen hebben ze al eens eerder prijzen gewonnen. Maar gaat het nu weer lukken? Vanmiddag komt de jury langs. Dus een beetje een verlengstukje van onszelf is die auto. Ons verhaal stopt niet om 5 uur met die gesloten fabrieksdeur. Wij gaan ermee onderweg, 2 weken aan een stuk. Het is ons campertje. Het is ons werkpaard, het is ons kantoor, ons liefdesnestje, het is alles. Moet die buitenkant ook maar gebeuren, zou ik hem wel hebben. Het wordt ook op Assen verschillende keren gevraagd, werk je dan met die auto? Doet die gewoon werken, dat ding? Stukje waardering dan weer, hè? Vind ik wel leuk om te horen. Dat was het. Ja. Afwachten. Afwachten, morgen weten we meer. Morgenochtend. Vind ik wel spannend. Zullen we wel gaan doen? Het is hobby en werk tegelijk bij ons. En dat moet ook, want anders gaat het helemaal niet. Het moet je hobby zijn om met dat ding langs de weg te zetten de hele dag. Ik moet er niet aan denken dat ik 's morgens om 8 uur naar het werk moet. En om 5 uur... Of om 4:45 al 10 keer op dat horloge heb gekeken van jongens, hè, nog 5 minuten, 5 uur, dan kan ik weer naar huis. En dan zit ik een hele avond voor het kastje. En dan ga ik om 10 uur ga ik verplicht naar bed. Of om 10:30. Nou, dat was het dan weer. En dan gaan we de volgende morgen weer met diezelfde broodrommel onder mijn arm naar de fabriek, alsjeblieft. Ik moet er niet aan denken. Geef mij die vrijheid van die 2 weken maar. En misschien dat iemand die... Heel ons leven zo is bekijkt dat hij zegt van nou die man die is niet goed bij zijn hoofd. Het zal wel, maar ik ben er tevreden mee. Ik kies ervoor. Wij gaan ervoor. En dan gaan we nu beginnen met de uitreiking van welke categorie? Wie wordt het van de twee? Dat maakt hier wel uit. Je protégé lag al in de trailer. Uitreiking op zondag. Daar staan zelfs de grootste chauffeurs. Staan dan toch nog wat bibberig op de benen te kijken van joh, hoe heb ik het nou gedaan? Ja, ze zijn...
Ja, welkom hoor. Ja, dank je. Hoe zit het? Zo'n koosje mak? Ja, ik denk het toch wel. Die was ook wel mooi. Wat wordt het nou? Heel leuk om te zien. Tweede prijs dus voor de vissers. Dank je wel. Jullie kennen hem pas wel met die dolfijnen erop. Prachtige dag 95. Gefeliciteerd hoor. Dank je jongens. Ik denk dat het de tankwagens zijn. Ja, en deze nog een keer. Het sociaal leven, is dat er? Nee, dat heb je niet. Maar daar hebben we voor gekozen en ja. Maar geen vrienden en kennissen? Jawel, dat wel. Die er begrip voor hebben nog. En dat zijn er maar een paar, maar dat zijn dan de echte. Vrienden. Een echte vriend is waar je mee lacht en waar je mee grint, zeg ik altijd. Dinsdagavond 6 uur. Terug naar Nederland met een lading computers aan boord. Nog 1200 kilometer. Mattie besluit toch nog even plat te gaan. We zijn net opgestaan. Ja, maar ik ga altijd nog eventjes terug. Want dan, ik slaap altijd makkelijk. En dan vind ik dat straks, als je dan alleen zit, dan is het zo'n doodstuk. En dan kan ik makkelijk maar 4,5 uur zitten als ik nu nog even lekker een stukje ga doen. Dat is echt, wat zal het zijn? 1,5 uur zoiets? Ja, maar dat geeft niet. Ik ben misschien binnen 5 minuten ben ik de wind al kwijt. En dat voor mezelf is dat een fijn gevoel, want dan kan ik straks makkelijk mijn 4,5 uur zitten. En dan geen problemen dus. En ik doe dat eigenlijk altijd al, want is er eens iets of er gebeurt iets en je zit met je uren, dan heb je toch nog slapen en dan komt dat toch altijd goed uit. Ja. Dus dat doe ik eigenlijk altijd zo. Ik ga maar even slapen. Nou, anders zit je net in die kritieke nachturen. Ja, zit je, dan ga je onder de morgen voor je wisselt, dan ga je net een beetje kritiek en dan wordt het wat stiller op de weg. En dan, het is toch heel spannend, het is nu slecht weer. En dan moet je toch wel extra opletten en dan vind ik het wel fijn dat je goed lekker wakker bent. Dus vandaar. Van het ene uiterste in het andere gegaan. Eerst zagen we elkaar 2 weken dan een stuk niet. En nu zien we elkaar om de halve seconde. Dus het is precies het andere uiterste natuurlijk. Maar we vallen prima. Moet je veel slikken van elkaar? Valt veel mee. Valt veel mee. Aan het eind van de 2 weken, dan wordt het wel eens. Zo 2 weken dan een stuk weg ben, dan word je wel eens wat prikkelbaarder van joh. Kan dat nou niet anders? Of kan je dat nou niet zo doen? Of moet dat nou? Of, maar, ja, het zijn eigenlijk maar zulke kleine dingetjes waar het over gaat. Hoor. Maar dan word je wat prikkelbaarder na 2 weken en dan is het even genoeg geweest. Het grootste deel van de tijd in een auto leven. Dat betekent dat het huwelijkse leven zich ook voltrekt in de druk? Ja, het zal wel moeten. Hè? Het zal wel moeten, maar man. Ja. Nou, dat gaat goed hoor. Wij redden ons hier prima. 1,5 uur later, weer wakker. Het wordt tijd voor een hapje eten en tegelijk ook het wisselen van de wacht. Er is een magnetron aan boord, maar ze hebben deze keer geen zin om zelf te koken. De lading achterin is verzekerd en er zit een alarm op de wagen. Maar tijdens de stop verliest Hans hem geen moment uit het oog. Ik hou graag even in de peiling. Er staat wel op alarm en toestanden meer, maar als de alarm gaat ben ik te laat. Dus gewoon uitkijken. Zet ik hem niet op het donkerste stukje dat het niet nodig is, zet ik hem even onder een lantaarn dat hij gewoon in het zicht staat. En als hij hier even staat te wachten of zo op het een of ander, kijk eens even. Zulke dingen allemaal. Maar dat is echt nodig ook? Is gewoon nodig. Ik ben daarin opgeroeid en ik had het altijd graag gewild. En ik kwam er eigenlijk in de jongere jaren niet tussen als je vrouw. En toen kreeg ik de kans op de bus. Toen ben ik met de buspartij begonnen, maar dat werd al gauw fulltime en meer. Maar wat is dan die passie om zo'n kolos te besturen en zo vaak weg te zijn? Iets van de wereld zien. Ja, wat moet je thuis?
beetje macho gevoel, hè, met zo'n ding ronddraaien ook. Ja, dat toch wel, hè? Ik denk niet. Van wel, hoor. Ik vind het gewoon leuk. Maar zeker een uitdaging voor een vrouw natuurlijk, om dat toch wel een beetje leuk te doen. Maar moet je, ja, ik weet niet, wat moet je anders zoeken? Ik heb al van alles eigenlijk gedaan. De horeca zit, koffiejuffrouw, ja. En ik vind dit nog het mooiste eigenlijk. Ik heb het naar mijn zin. En ook bij, ja, een beetje ruim. Je kan net tegen de jongens, kan je lekker een ruige praat doen. Ja, dat is gewoon zo. Je hoeft niet altijd even netjes te zijn. Dat zijn hun ook niet altijd, dus... Het heeft ook wel iets om zo in zo'n ding neer te rijden. Ja. Ik voel mij helemaal thuis in dit wereldje. Wat is voor jou de passie dan? Ik kreeg altijd te horen, vroeger al, van alles waar een motortje aan zat, daar was ik bij te vinden. Dat begon met een brommertje en later hadden we nog een tractortje thuis. Al van die dingetjes, altijd een beetje met rommelen en veel te vroeg rijden met dat ding natuurlijk al. Dus ja, dat rijden, dat heeft er toch altijd wel een beetje ingezeten, denk ik. Ik weet het niet, ik geniet echt van elke kilometer die ik doe. Klinkt misschien wel raar, maar het is wel zo. En gewoon die techniek die er tegenwoordig bij komt kijken. Als je dat 10 jaar terug zag waar je mee reed en waar je nou mee zit te rijden. Ja, het is het gewoon. Ik kan het anders niet onder woorden brengen. Hoe ver gaat die passie? Dat je na 2 weken daar aan 1 stuk met weg geweest bent om hem toch nog 2 uur met de hand te staan wassen thuis. Zo ver gaat die passie. Dat is wel redelijk ver, denk ik. Zo die nou is, hebben we eigenlijk altijd onze eigen auto voorgesteld. Nou, nu staat hij er. Daar zijn we gewoon trots op. Woensdagmorgen, 4 uur. We rijden de terminal op van de kanaaltunnel. Boten zijn er niet op dit tijdstip. De trein is de snelste weg terug. Als ik nu zou moeten beslissen om voor mezelf te beginnen, dan moest ik daar heel zwaar over denken. Dan denk ik dat heel negatief uit zou pakken, want ik zou het niet doen. Als ik het vergelijk. En dan praat ik dus zuiver over opbrengsten. Met een jaar of 10, 12 geleden en ik kijk dan nu. Ja, dat is gewoon wat naar beneden gegaan. Zo simpel ligt dat. En ik kan me niet voorstellen dat iemand bij een baas werkt, dat hij de afgelopen 10 jaar in loon ingeleverd heeft. Waarom doen we het dan nog? Is de volgende vraag gelijk natuurlijk. Ja, noem het maar iets. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon een drang. Ik weet dat dat niet overeenkomt. Ik zeg 2 tegenstrijdige dingen nu. Ja, waarom blijf je het doen? Omdat we het voor onszelf doen en onze uren dus absoluut niet kunnen rekenen. Dan ga je elk uur rekenen dat je dus onderweg bent tegenover een chauffeur die gewoon wel betaald zou moeten worden. Of dat al bij mij gebeurt, dat zullen we dan maar in het midden laten. Maar dan lever je gewoon een stuk in. En wij doen het met z'n tweeën, je reken je uren niet en dan is er een goede boterham uit te halen, hoor. Zeker in het werk wat wij doen, is niet slecht. Frankrijk zijn we tussendoor. We zitten nou in België. Hoe laat is het nu? 9:50 is het nu. Hoe voel je nu? Moe, want ik ga zo in bed. Ik ga nog eventjes liggen voor we naar de boot gaan. Want op de boot is het ook maar een paar uurtjes slapen. En ik ga altijd, Hans heeft nou net geslapen, die is net weer aan het rijden. Nu is mijn beurt weer. De boot, hoe laat is dat dan weer? 12:30. Dus over 4 uur ga je weer terug? Ja, gaan we weer terug. Maar dan niet met die... Niet met de snelle boot, maar met de vrachtboot gaan we dan. Hmm. Dan heb je hut, dus dan kan je ook slapen. Maar ja, het is meestal toch herrie op die boot en je slaapt niet zo als... En in de auto slaap je nog gewoon het beste. Want, het rijdt lekker, dus het zoeft, dus dan ben je zo verkocht. Ja. Maar dit is voor jou wel... Je hebt het wel gehad nu? Ik heb het nou gehad. Maar is nou weer voor vanavond... Vanavond ben ik weer aan de beurt. Maar je hebt het fysiek ook gehad? Ja, ik ben best wel moe, ja. Het is best wel met het slechte weer. En inspannend allemaal, dus dan ben ik weer blij dat ik vanaf ben. Nou komt het weer op de tijd aan. Dat kan ik ook wel, maar doe Hans meestal zelf altijd in Holland. En dan mag je niet te hard rijden en ik ben altijd nog af aan doorgaan. En ja, je moet oppassen voor boetes en al die dingen.
Dus dat doet hij zelf altijd. Hij kan zijn eigen vlugger beheersen als mij. Ik ben dan altijd gelijk op de baan op en trappen maar. Maar dat, ja, dat mag niet in Holland. Dus ja, dan moet je eigenlijk weer aanpassen. Dus dat mag ons dan doen. Maar tot op dit moment is het steeds op de tijd letten. Ja. En nog, want het is maar krap, man. We hebben niet veel tijd over. Dus elke file is eigenlijk al tegenslag? Ja, voor ons wel. Op dit moment wel. Zit je al een beetje te verbijten? Van, redden we ja, het ik zit echt van, redden we het? Vandaag, ik weet het niet, geen idee. Het is echt stress op dit moment nog even. Ja, ik geloof niet dat we echt zitten treuzelen hebben, toch? Nee, niet echt treuzelen, nee. Nee, dacht ik ook. Maar gaat het lukken? Want het is krap. Dit wordt krap. De file bij Antwerpen kennen ze, maar het is al de tweede vanmorgen. Bij Breda staat een oplegger met aardbeien te wachten die mee moet naar het Westland. Hans belt met de planning. Ja, dat is goed, vat. Dat duurt nog een half uurtje. We zitten naar buiten Antwerpen. Ik doe mijn best. Straks letterlijk de boot missen betekent voor Hans en Mattie kilometers missen en dus inkomen. Tijd goedmaken door harder te rijden gaat niet met een begrenzer. Inhalen als vrachtwagen mag rond dit tijdstip trouwens ook niet overal. Maar de file lost op. Tegen 9:30 rijdt Hans het veilingterrein in Breda op. Hij zat even in de file. Halen we dat, halen we het niet. Nou, we hebben het dus wel gehaald. Het is eigenlijk allemaal best meegevallen, maar je zit toch op die klok te kijken, joh. Rotfile weer. Moet dat nou? Nog wat langer dan had ik eigenlijk gepland had. Toch weer gehaald. Tuurlijk. Hans geeft zijn trailer met computers aan een andere chauffeur mee en maakt zelf vast aan de aardbeien. Een deel ervan kan hij straks weer aan boord hebben richting Schotland. Zo'n collega brengt de elektronica naar het distributiecentrum. Nou, het is nu 9:50. Dus het is keurig op tijd. Alles gelukt. Dan gaan we dit spul naar Stravenzanden, waar het weer verder nog verpakt gaat worden. En wij gaan om 12:30 het bootje weer op. Dus je moet eigenlijk als een speer weg alweer? Wij gaan er nu weer vandoor, ja. Oké.